één ding, maar het dan invullen met heel geschikte muziek, dat was nog even het puzzeltje. Toen kwamen we toch uit bij de componist Nino Rota. Die kennen we hoofdzakelijk van filmmuziek. Maar hij heeft ook muziek geschreven inderdaad die goed bij het circus past. En hij heeft zelfs symfonieën geschreven, oratoria en een tromboneconcert. Dus laatst door het Rotterdam Philharmonisch uitgevoerd. Dus eigenlijk een heel verrassende componist. Maar wij kennen hem vooral van de films samen met Fellini. Een aantal van zijn, zullen we zeggen, tophits gaan wij spelen in een soort selectie gearrangeerd door Marcel Peters. Nino Rota. Thank you.